Helemaal en welkom bij Workout met Lorenzo. Mijn naam is Lorenzo en vandaag is het weer zondag. Dat betekent weer een nieuwe uitlegdag. Nu, ik ben gevraagd om een oefening uit te leggen die we heel vaak in de core booster doen en heel soms ook in de HIIT training, maar voornamelijk in de core booster. En dat is de side leg lifts. Nu, wat we gaan doen is de handen in de zij. En je mag gewoon meedoen als je denkt van, hey, die wil ik ook wel graag leren. Leg je handen lekker in je zij. Wat we beginnen met het rechterbeen. Dus je tilt hem omhoog en weer terug. Dat is eigenlijk alles wat je hoeft te doen. Meer niet. En het lijkt heel simpel, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Want wat ik heel vaak mensen zie doen, is dat ze hem schuin naar voren tillen of naar achter. Maar dat is niet de bedoeling. Hij moet sowieso zijwaarts. En zijwaarts betekent dat er best wel veel druk in de zijkant van de benen, in de heupen en in de billen komt. En dat is ook de bedoeling. Maar let erop dat je niet te hoog gaat en dat het niet te veel druk gaat geven. Nu, dus we spannen goed de buikspier aan. We knijpen goed de billen samen. En we houden de voet die in de grond blijft, houden we ook sterk in de grond. Dus die duw je ook echt de grond in. Handen in je zij, schouders ontspannen. Dus we spannen aan, voet in de grond. En je lift zijwaarts omhoog. Nu, om het extra te voelen, draai je je hiel van je af en je tenen naar beneden. Dus je draait als het ware je voet iets naar binnen toe en je been ook. En dan merk je dat je iets meer, als je zijwaarts je hiel zijwaarts doet, dat je iets meer vanuit die billen gaat werken. En iets minder vanuit de voorkant van je benen. En dat maakt hem zwaarder. Dus daar ligt je, daar liggen de kansen om te gaan groeien en te gaan verbeteren. Dus je hiel van je afdraai je tenen naar je toe. Nu, wat belangrijk is dat je zoveel mogelijk balans houdt. En wat ik heel vaak zie is dat mensen hun balans niet houden. En wat ze thuis natuurlijk gaan doen is smokkelen. En dat is door middel van de muur vasthouden. En dan is het een stuk makkelijker. Train natuurlijk wel nog steeds die spieren en houd het ook zwaar. En het is ook niet erg om dat te doen. Maar je traint je balans niet meer. Dus ik heb liever dat je de muur weglaat. En eigenlijk dan uitstapt naar de grond toe. Dus in plaats van je been op te tillen, tik je de grond aan met je voet. Helemaal prima, geen probleem. En dan train je ook meteen je balans, maar je bent ook meteen met je billen bezig. Wel minder, maar wel nog steeds bezig. Is het te makkelijk? Dan kun je altijd optillen en de grond niet meer raken. Gewoon boven de grond houden totdat de herhalingen voorbij zijn. Dus dan hou je je hiel constant van je af en dan raakt je voet eigenlijk de grond niet meer. Op het moment dat jij merkt dat je veel te veel naar de zijkant gaat hangen, gaat het niet goed. Je wil zo rechtop mogelijk blijven. Dus wat je ook doet, je blijft altijd zo rechtop mogelijk. En hoe hoog je ook gaat, je blijft rechtop. Dus op het moment dat jij merkt dat je of je knie moet gaan buigen, of moet gaan hangen, of te veel in je heup hangt, gaat het niet goed. Je moet op een juiste hoogte blijven. Ga niet te hoog. Zorg dat het goed voelt, maar dat het wel zwaar voelt. Je kunt het zo om en om doen. Dat is best wel lastig, zeker als je snel gaat, want je moet constant onthouden dat je hiel naar buiten moet draaien. Dus de makkelijkste versie is altijd aan één kant en dan gewoon of uitstappen als het niet gaat qua balans, of als je meer wil, boven de grond blijven. Dus, doe je nog even mee? Dus we spannen de buikspier aan, we knijpen de billen samen, we duwen de stambeen goed sterk in de grond. Handen in je zij, en we gaan op en terug. Doe je hiel van je af, je tenen naar je toe, en lift hem omhoog. Adem door, adem uit als je omhoog gaat, adem in als je laat zakken. Wissel even van been, zet je stambeen sterk neer, span je buikspier aan. En wat ik ook niet wil zien is dat je hem gooit. Want op het moment dat je gooit, en dat geldt voor elke beweging, raak je je kracht kwijt. Je hebt eventjes een krachtige aanzet, dus je hebt even zo'n explosieve krachtsinspanning, even bam, maar daarna is er niks meer. Dus ik wil zien dat je hem opdeelt en ook weer rustig laat zakken. En dat is trainen, dat is spiercontrole krijgen, dat is leren hoe je spier gebruikt. Dus probeer het maar eens, kijk of het lukt, kijk of je been gewoon rustig op kunt tillen en rustig kan laten zakken. Doe het wel allebei de kanten, want anders loop je morgen scheef. Zelfs al na een paar oefeningen voel je dit al best wel snel. Gewoon rustig aan, neem er de tijd voor en ik wens je heel veel succes met de training. Probeer het uit en ik hoop dat je het in de core booster gaat merken dat het heel veel verschil geeft om je hiel naar buiten te draaien. Heel veel succes met de lessen, heel veel succes met trainen. Het is bijna 1 juli, misschien gaan de sportscholen weer open, hoogstwaarschijnlijk wel. Maar ik hoop jullie dan te blijven zien. Hele fijne dag nog, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei doei!